vond het ook wel echt eng. We gaan springen. Goedemorgen iedereen. Wij gaan uitchecken in het hotel. We hebben ontbeten en zo, zoals jullie konden zien. En dan gaan we naar een Olympus zwembad. Wij zijn aangekomen. En wat dat wij dus vandaag precies gaan doen. We gaan springen en duiken samen met Orange. Dus we zijn heel benieuwd, alleen niet samen met Orange, maar voor Orange. Dus we zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat gaan. Oh, die plank durf ik nog wel. Ja. We zijn aangekomen, hè. Het zijn de springplanken. Oh my god, mijn buik. Oh. Dude! Let him come back though. Maar kijk hoe lang dat duurt. Goodbye. Oh, die is aan het zwemmen. Als ik durf en niet checken. Wij gaan springen, samen springen. Zijn al scherp. Ja. Ik heb zenuwen. Maar ik wil niet te veel na. Ja, we gaan eerst foto's maken. Okay. Let's do this. Doe het. Yes, girl. You did it. Oh my, ik heb veel warm in de rug. Ik was dat nog echt. Oh my god. Oké, dat is wel een bom. Ik chill niet meer. Ik heb meer dan een. Oh my god. Ik vond het wel heel eng. Ik vond het ook wel echt eng. Ik denk niet dat ik nog eens spring. Ik denk het niet. Ik had vooral heel veel zin, maar uiteindelijk viel het wel. Ik was het niet eng, maar ik vond het niet leuk dat ik allemaal water moest. Ja, ik kreeg ook wel echt water. Ja. Maar oké, okay, we hebben het gedaan. Hè. Dat is een leer. Oké, okay, goed. Kijk, die dame die peentjes moeten bed zijn. Zo. Yes. 3, 2, 1, go! Zit erop, hè. We hebben het gedaan. Yay! Ik ben echt K.O. Ik ben echt moe nu. Ja, echt super moe. Maar het was wel heel leuk geweest. Toffe mensen, tof team. En ik denk ook wel dat het toffe beelden gaan worden allemaal. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb mijn kap op omdat mijn haar nat is. Trouwens, ik wil niet ziek worden. Maar. We hebben frikandel en frietjes gehaald bij tankstation. Jee. En nu gaan we in de auto eten. Maar we hebben honger. Hey. 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 Hey, schattie. Oh ja. Dag mufke. Hey, schat. Dag Shellyke. Dag Shellyke? Nee, Shellyke niet. Ja. Shellyke wil weg. Ik ben terug thuis. Ik ben terug bij mijn katjes. Maar mijn schatje is er nog niet. Sam. Die ging denk ik naar de boekhouder. Dus die zal straks wel komen. Ik ben echt zo geradbraakt. Heel erg eigenlijk. Echt mensen die zwemmen doen als sport.
chapeau. Very proud of you guys. Maar ik ben echt moe. Ook wel zo, ja, veel adrenaline en dan zo zitten kapperal doen in het water en al en zulke dingen. Dus ja, ik ben wel blij dat ik thuis ben. Want dan heb ik ook nog wel 3 uur bijna gereden. En ja, ik moest eerst Celina huizen en dan nog eens naar hier. Dus dat is nog een half uur extra erbij. Dus het is nu 6:30. Ook nog snel langs de winkel geweest. Want Sam zei dat er niet echt iets in huis was. Dus ik dacht, ik ga van alles halen. Het plan was om courgette te maken. Zo courgette pasta. Courgette spaghetti eigenlijk. Maar die hadden ze niet. In de oké. Normaal hebben ze daar zo al voorgemaakte. Allee, voorgesneden zal ik zeggen. En nu niet. Toen dacht ik, om die zelf te snijden, dat is keigoed. Allee, dat is, eigenlijk is dat niet zoveel werk. Maar ook mijn snijerke is in Bilzen nog. Of in mijn dozen bij mama en papa al, denk ik. Hey, wil je iets zeggen? Alles goed? Ja. Heb je mij gemist? Milk. Hey. Oh, heb je mij gemist? Trouwens, ik zal mijn tattoos laten zien ook. We hebben die vandaag dus niet afgeplakt tijdens het zwemmen. Oeps. We moesten dat eigenlijk doen, maar we zeiden we gaan dat na de foto's doen. Maar we hadden de foto's op de springplank en toen gingen we al direct springen. Dus we hadden geen tijd om die af te plakken, maar ik denk nu niet dat dat zoveel kwaad kan. Het is maar een heel kleine tattoo. De kans dat dat ontsteekt is heel klein. Houd vasthouden. Hier is mijn tattoo vandaag. Zij ziet er wel heel goed uit. En alleen mijn benen zijn mega droog. Moet ik er iets aan doen, hè? Want ik ben altijd zo lui om te smeren. Oké, ik ga eten maken. Het eten is klaar. Ik heb dus een pasta met tomaatjes. En de saus is eigenlijk het meeste is van de tomaatjes. Gewoon van de kersttomaatjes. En een heel klein beetje, hoe noemt dat? Blokjes. Tomatenblokjes saus ding heb ik daarbij gedaan. Maar een heel klein beetje. Dan asperges en scampi's daar. En dit heb ik er ook een beetje in gedaan. Ja. Heb je dat er al in gedaan? Ja, sriracha. Maar niet heel veel. Dus. En deze is ook hier. Hey. Yay. Mijn baby is back. Woehoe. Jij bent back. Ik was al hier. Ja, dat weet ik. Jij was al hier, maar. Jij bent back, hè. Ondertussen is het 11:40. Ik denk echt dat je aan mijn gezicht gewoon kunt zien hoe moe dat ik ben. Is het echt moe, hè? Ja, en mijn neus is echt toe aan het gaan en mijn keel doet pijn. Oh, kampjes. Nee, maar dat komt ook weer goed, hè. Ja, ben ik hoop dat je niet ziek wordt, gewoon. Ja. Allee, niet veller ziek, zo. Ja, en als dat is... Uitzieken, hè. Dan is dat zo, en dan gaan we uitzieken, hè. Dus dat kan ook eens gebeuren, hè. Maar ik denk niet dat ik ziek ga worden. Ik ga zelfs goed slapen. En dan is dat weer over, hè. Dat gaan we doen. Morgen een beetje uitslapen, ja, denk ik. Ja, probeer maar een beetje. Als dat gaat. Ja. Oké. Okay. We gaan de comment of the... Amai, dat hoor ik bijna niet. Ik dacht dat je keihard ging schreeuwen. Nee, maar de buurman slaapt. Ah, ja, dus ik ga niet zo hard roepen. Ja, wij wonen in een rijhuis, hè. Allee, zo'n... Ja, een rijhuis. Rijhuis, ja. Rijhuis. Dus ja, we mogen niet te hard roepen, want ja, mensen horen dat toch wel soms. Dus de comment of the day vandaag is van Miss La Bella. Of Miss La Bella. Bella. Ja, oké, dat kan ook. Ik vond Miss La Bella mooier. Oké, Miss La Bella is of het, denk ik. Of Miss La Bella. Of Miss La Bella. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het is misschien een beetje een rare comment, maar ik wou hem wel. Alleen rare niet.
Dat is een vraag, maar ja. Sommigen misschien denken, waarom beantwoorden jullie dat nu? Maar ik vind dat wel leuk om te antwoorden. Ja, ja, waarom niet? Nee? Ja, dat is wel, ik vind misschien een gekke comment dat hij zo uit het niks komt. Ja, dat bedoel ik. Ja. Daarmee bedoel ik. Het is een rare comment. Maken, het heeft niks ik. Met de video te maken, denk want het is over reizen wij gratis video dat we een comment nemen. Ik zit wel in de auto. Dus misschien heeft het daarmee te maken. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Oké. Maar daarom vond ik het een beetje een gekke comment. Omdat, ja. Maar, dus. Miss Labella vraagt. Wat vind je van mensen die 30 of meer jaar zijn en geen rijbewijs hebben? Ik ken er zelf ook wel een paar. Ik ken er ook wel. Ja, ik ken er. Via u, denk ik. Ik denk niet dat één van mijn vrienden of vriendinnen nog geen rijbewijs heeft. Nee. Ik ken er ook wel weinig. 2 of zo. Alhoewel, maar... wie kent jij? Fluister eens in mijn oor. Ja, die dacht ik. Maar die heeft dat. Ja, die heeft al een rijbewijs. Dat hangt ervan af hoe fel dat je het nodig hebt of waar je persoonlijk leven uit bestaat. Als jij... de mogelijkheid hebt om naar je werk te gaan heel makkelijk via openbaar vervoer of zelfs te voet of met de fiets, heb je dat al niet echt nodig. Ja, dan heb je dat niet nodig. Heb en je dan... een partner met een rijbewijs bijvoorbeeld of een makkelijke mogelijkheid om met iemand mee te gaan of altijd openbaar vervoer te gebruiken, ja. En je hebt dat niet nodig. Ja, waarom zou je dan een auto kopen? En daarvoor betalen. Een auto is een luxe product, hè. Ja. En dat is duur. En ja. dat is een onderhoud duur, verzekering. Maar er komt veel bij kijken bij een auto. Dus dat je dat niet echt nodig hebt. Ja, en dat is minder vervuiling natuurlijk als je geen auto hebt, vind ik. Mm-hmm. Maar langs de andere kant denk ik wel... als ik voor mezelf spreek, een auto is echt wel heel gemakkelijk. Een rijbewijs is echt wel heel gemakkelijk. Mm-hmm. Ik kan echt zeggen dat ik de afgelopen vijf jaar het openbaar vervoer niet meer heb genomen ofzo. Ik probeer altijd zelf overal naartoe te rijden. Ik rij ook persoonlijk heel graag. Ik rij heel graag met de auto. Dus ja, ik weet niet. Voor mij, de leeftijd maakt niet uit. Zit je 30 en je haalt je rijbewijs? Zit je 18 en je haalt je rijbewijs? Zit je 40 en je moet dat nog halen? Dat maakt niet uit. Je haalt dat nooit. Ja, of je haalt dat nooit. Als je dat niet nodig hebt, dan heb je dat gewoon niet nodig. Maar, het is handig als je het hebt, ook al heb je geen auto, maar het is misschien wel handig als je het hebt dat je zou kunnen inspringen of zo. Maar ja, mocht er eens iets zijn of iets gebeuren of je zit bij iemand in de auto... er gebeurt iets en je wilt dat overnemen of die is moe. Allee, dat kan altijd handig zijn. Ja. Denk ik dan. Ik denk, in de huidige maatschappij wordt gewoon gezien als dat je dat moet hebben. Ja, gezegd, dat iedereen huisje, kindje, auto heeft. Maar vooral die auto. En ook als je rijbewijs op 20 jaar nog niet hebt gehaald, is dat tegenwoordig al van... heb je rijbewijs nog niet? Of ik ben 3 keren moeten gaan en ik hoor dat soms wel van mensen van, amai, 3 keer. Maar... als je dat nog niet hebt op je 30ste, dan zou je er vast wel een goede reden voor hebben. Ja, het is dat. Als je dat nog niet hebt, oké, als je nu 50 keren niet geslaagd bent op je examen, dan denk ik dat er een probleem is. Maar als je... dan moet je het misschien gewoon als je stoppen. Dat niet hebt en je mist dat ook niet, dan zou ik zeggen, doe gewoon zo door. Ja. En als je dat ooit denkt van, oh, nu zou ik toch wel een auto kunnen nodig hebben en zo, dan kun je voor je rijbewijs gaan. Mm-hmm. Dus dat kan altijd, dat is geen probleem. Dus dat is oké. Dat is dik oké. En bedankt voor de comment of the day. Wist je dat je een duiveltje was? Nee, hoezo? Oh ja, dat ding is boven mijn hoofd. Ik was al aan het kijken dat ik hier weer zo sprieten heb, want nee, dat heb ik vaak. Ik heb echt 2 horens, dus doe zo. Ja. Ja, juist een echte, joh. Ja. De devil. Tik, tik, tik. Dat is mijn duiveldoek. Ja. Ik zou zo naar de hel kunnen, denk ik. Ja, sowieso. Ah. Dan zit je met die duivelse nagels. Ik
Kom, we gaan de vlog afsluiten, want ik ben heel moe en we gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om alles te zien wat ik deed in Amsterdam vandaag. Ik heb voor mezelf, moet ik wel zeggen, echt wel iets overwonnen. Hoezo? De sprong van 3 meter, dat zou ik nooit gedaan hebben, denk ik. En nu dacht ik echt van... Just do it. Doe het. Doe het gewoon. En ik ben echt al 4 dat ik 3 meter heb gedaan. Sommigen zullen zeggen, oh god, dat was echt niks. Maar ik vond het super goed van mezelf. En ik ben trots op je. Ja, schouderklopje. Dankjewel. Dus doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie... Morgen!